Giovanni van Bronckhorst, hoeveel waarde moeten we hechten aan dit 3-3 gelijke spel tegen Charleroi? Nou, waarde in de zin van dat het een oefenpotje is geweest. En de laatste voor PSV. Het is natuurlijk anders dan gebruikelijk. In plaats van 2 keer 3 kwartier, 3 keer 3 kwartier. Uiteindelijk wilden we eigenlijk 2 wedstrijden spelen. Maar ook met de toestand van de velden en de hoeveelheid spelers natuurlijk die we hebben, was het beter om dat niet te doen. En ik denk dat 3 keer 45 een goede oplossing is. Welke goede dingen heb je gezien? Nou ja, ik heb zeker de eerste 90 minuten win je natuurlijk 2-1. Maar ik denk dat we als team wat goed compact speelden. De linies kort op elkaar. En dat wil je zien natuurlijk. En dat zeker in de eerste helft seizoen hebben we bij Vlagen in wedstrijden dat we als linie te ver uit elkaar zijn geweest. En de focus lag ook om dat in deze wedstrijd te verbeteren. En dat heb ik ook gezien. En ook de communicatie van achteruit, de coaching, elkaar helpen in het veld. Ja, dat waren punten die vandaag centraal stonden. Dat heb ik ook gezien deze wedstrijd. Over 9 dagen PSV, heb je het idee dat jullie er helemaal klaar voor zijn? Nou ja, we hebben natuurlijk nog 1,5 week te gaan, of een dikke week eigenlijk. En natuurlijk is een wedstrijd altijd goed ervoor. En ook de laatste wedstrijd voor PSV. Alleen we hebben nu morgen naar huis en hebben we nog een hele week om ons voor te bereiden. Ook tactisch gezien. En dan zijn we er klaar voor om volgende week de strijd aan te gaan met PSV. Wat wel vandaag een beetje opviel, was nu nog wat irritatie in het veld. Ja, je hebt natuurlijk een scheidsrechter die eigenlijk 3 keer 45 moet fluiten. Wat voor een scheidsrechter ook wel fysiek natuurlijk zwaar is, maar ook voor de grensrechters. En dan vallen er heel veel beslissingen die eigenlijk andersom moeten zijn. Met een buitenspelspel of niet, wat irritaties, duels die je maakt. Dat weet je als je in dit soort landen speelt, dat zeker met plaatselijke scheidsrechters, dat wel eens voor problemen kan zorgen. Maar uiteindelijk zijn we met 11 man geëindigd. Tot slot, overal over deze week, met wat voor gevoel keer je terug naar Rotterdam? Goed gevoel. We hebben goed gewerkt. We hebben veel met elkaar gesproken. Eigenlijk het eerste half jaar geanalyseerd. En met name vooruit gekeken naar de komende wedstrijden en de komende maanden. En dat ik denk dat een winterbreak daarvoor bedoeld is. Dus in dat opzicht met een goed gevoel naar huis.